Het is een baken in het prachtige polder- en plassenlandschap ten westen van Utrecht. De wipmolen van Tienhoven. Sinds de Tweede Wereldoorlog bekend als de Trouwe Wachter. Een schitterende molen met veel geheim en een rijke geschiedenis. En de filmmakers Henny Ram en Willem van der Putten werden daardoor gegrepen. Ze maakten een documentaire over een molen die mogelijk zelfs vele levens heeft gered. De Trouwe Wachter. Dit is een watermolen, hè? Ja, voor de, nee, een pretmolen is hier, dacht ik. Nee, is toch geen pretmolen? Is toch geen pretmolen? We hebben een tochtje uitgezet vanmorgen en het is geen toeval dat we hier langskomen. Maar als je daar zo die bocht om fietst, dan zie je ineens zo die molen. Dat is hartstikke leuk. Wat vindt u van deze molen? Ja, prachtig. Hoort echt bij het Hollands landschap, hè? Ja, absoluut. Ja, het is typisch Nederlands, hè? Hollands. Hollands. Ja, ja. Ja, maar schitterend. Ja. Ja, dat is mooi hoor. We hebben er veel te weinig van nog in Nederland, hè? Ik denk dat het inderdaad met het polderlandschap te maken heeft, dus waterniveaus. Maar of dat nog werkt, weet ik niet hoor. Weet u hoe de molen heet? Nee, geen idee. Nee, weet ik niet. De Trouwe Wachter. Ja, oh, het enige idee waarom die molen zo heet? Nou, omdat hij hier al jaren staat als het Trouwe Wachter voor de polder. Voor het water. De molen De Trouwe Wachter in Tienhoven, provincie Utrecht. De molen is in 1832 gebouwd voor het bemalen van de noordoostelijke binnenpolder. Oorspronkelijk hoorde dit gebied waterstaatkundig bij wat nu de Loosdrechtse plassen zijn. Het water werd door twee grote molens die bij Breukelen aan de Scheendijk stonden op peil gehouden. Na het ontstaan van de Loosdrechtse plassen, het uitvenen waardoor het land water werd, zijn de molens gesloopt en raakte men hier de bemaling kwijt. In 1832 is deze molen gebouwd om toch te zorgen dat dit gebied op de juiste waterstand bleef. Jij hebt de oude molenaar van Garderen gekend. Open van Garderen was een hele rustige, aardige, hardwerkende man. Hij was de molenaar voor de molen om het water op peil te houden. Hij was een goede molenaar, hij was een vakman. Maar de molen was dus ook zijn inkomen. En wanneer je dan eventjes maar, want zoveel is dat natuurlijk niet, hè, als je 80 jaar teruggaat. Als bijverdienste had hij 1 of 2 koetjes en maaide hij al het gras uit de kanten van de sloot om zijn koetjes eten te geven. Zijn vrouw maakte de school schoon, want het was natuurlijk geen vetpot die molenaar zijn. Zo sprokkelden ze centjes bij elkaar. Maar met z'n 13e hier wonen in een molen. He, want dat huisje stond er toen. Ja, dat stond er wel, maar daar kon je niet in wonen. Dat is pas veel later gebouwd. Ja, dat vraagt nogal wat. Vroeger, toen de molen nog door een molenaarsgezin
met vrouw en kinderen bewoond werd, ongeveer de helft kleiner dan wat het nu was. Ja, zeg. Ja. Ongelooflijk. Dus dat wordt natuurlijk heel erg geromantiseerd, dat molenaarschap. Ze woonden alleen hier. Ze woonden alleen hier beneden in de ondertoren en hier op het zoldertje in de toren. Maar in het bovenhuis, daar verder niet. Ja. Met dit weer, dan vindt iedereen het molenaarschap natuurlijk altijd heel erg romantisch. Ja. Maar als het regent en het koud is. Als het regent en koud en stormt en hagel en sneeuw. Ja. Kijk, het was gewoon bittere armoe vroeger. Dat veel kinderen natuurlijk. Veel kinderen. En toen de molenaars die waren in dienst van het polderbestuur, dus van boeren. Dus die stonden in de rangorde nog lager dan boeren, zeg maar. Dus, het salaris wat ze kregen, oude molenaars, die zeiden wel eens van, het is te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven. Precies. Dus ze waren ook altijd afhankelijk van andere verdiensten. Ja. Bijverdienst in de vorm van slootkanten schoonmaken, klompen maken, riet maaien. Maar dat is wel logisch, denk ik. Een klein boerenbedrijfje erbij. Ja, want je hebt ook niet genoeg werk aan enkel het bedienen van de molen, denk ik. Nee, de molen die draait misschien de helft van het aantal dagen in het jaar. Maar de trouwe wachter speelde ook een belangrijke rol in de oorlog. De molen is toch een enorme bindende factor voor deze hele dorpsgemeenschap. En het verhaal van de trouwe wachter, waarom zij zijn naam na de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, is die naam natuurlijk ontstaan. Hier op de trekgaten zaten onderduikers. En toen had mijn opa vergaderen met zijn zoon een code bedacht, hoe de wieken stonden. Zoals de molen nu staat, staat de molen met de wieken in de rouwstand. Dat betekent de bovenste wiek is het hoogste punt voorbij. De molen draait tegen de wijzers van de klok in. Dus de bovenste wiek is nu voorbij, het hoogste punt. En dat symboliseert dus dat het leven voorbij is, dus rouw. En die rouwstand werd ook in de oorlog gebruikt om met de molen wiekstanden, seinen te geven aan onderduikers die hier rondom de molen in diverse huisjes verborgen werden. Dit was Arie Vergaderen, de molenaar. En met zijn zoon samen, Cor Vergaderen, hebben die samen die stand van de wiek bedacht om voor veilig en onveilig. Dus Arie Vergaderen kreeg te horen van de dokter hier van het dorp. Die had connecties en die had telefoon, wat natuurlijk heel bijzonder was. Die kreeg te horen als er een razzia kwam. Wanneer er een razzia op handen was, plaatsten de wieken in de onveilige stand. Onderduikers zochten er goed heen komen in de gebieden, de rietvelden rond de molen. Nou, je ziet hier de omgeving, riet, struikgewas, plas, dras, slecht toegankelijk. Natuurlijk een perfecte plek voor onderduikers om zich te gaan verschuilen in het riet zonder door de Duitsers opgemerkt te worden. En als de Duitsers weer vertrokken waren, de razzia voorbij was, werd de molen weer normaal gezet. Dus met de wieken gewoon recht. En dan wisten de onderduikers van de kust is weer veilig, we kunnen weer tevoorschijn komen. Hoeveel onderduikers er waren, ik heb het ook allemaal van verhalen natuurlijk. Ik denk een stuk of 10, 15, die zaten ook hier in huis. En hiernaast, bij de buren, er was een dochter van Vergaderen, die had ook onderduikers. En ze zaten op de trekgaten, tussen het riet. Er is nooit iemand opgepakt hier in deze omgeving als onderduiker zijnde. Dat is denk ik wel dankzij de stand van de wieken van de molen. Het is een molen die toch ook een hele symboolfunctie heeft hier in Tienhoven. Bijvoorbeeld met doodherdenking elk jaar. Er komt de hele buurt hier bij elkaar en dan wordt er een toespraak gehouden. 2 minuten stilte. Elke 4 mei hier is een officiële doodherdenking. Met de muziek
Solideo Gloria. En dat is dan elke 4 mei. Dan komt het dorp dan hier aanlopen. En dat is altijd wel een heel mooi gezicht. Het dorp verjonkt. Hè? Je ziet steeds wat minder ouderen komen. Maar de dynamiek van die deze molen in dit hele spel nog steeds weet te spelen is toch wel van belang. En dat kunnen we weer overdragen. Dus ook het draaien, hè, wat jij hier doet, dat zet die molen helemaal in de dynamiek van het dagelijkse leven neer. En door zijn functie in de oorlog heeft de molen de naam De Trouwe Wachter gekregen. En is voor het nageslacht bewaard gebleven. De molen heeft tot 1947 zijn functie vervuld en is stil komen te staan omdat de wieken in een slechte staat waren. De polder wilde toen de molen afbreken en met de opbrengst van de materialen dat gebruiken voor een andere bemaling. Dat vonden de toenmalige gemeente Tienhoven en ook Vereniging de Hollandse Molen geen goed idee vanwege de functie van de molen in de oorlog. Die vonden dat de molen mede daarom behouden moest blijven. En toen is de molen in 1950 ongeveer voor 1 gulden verkocht aan een notaris uit Utrecht. Deze notaris heeft de molen in beperkte mate opgeknapt en de molen is in 1960 overgedragen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Omdat hij wilde dat het voortbestaan niet afhankelijk was van 1 persoon, maar een organisatie. Niels Schouten, coördinator voor vrijwilligers bij Natuurmonumenten, wist dat de molen uiteindelijk niet gratis was. Deze molen, De Trouwe Wachter, die is in 1960 geschonken door notaris Ter Horst aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten die vond deze molen toch wel heel belangrijk, omdat het, deze molen dus, ja, dat is natuurlijk helemaal verbonden met het landschap hier in Tienhoven. Dus ja, wij zijn er natuurlijk op ingegaan, ook al we kregen hem gratis, maar dat was natuurlijk niet zo dat het ons niks kostte, want er moest wel het een en ander aan gebeuren aan de molen. Ja, en toen ik in 1969 hier kwam wonen met mijn man toen, in 70 is die, was de eerste restauratie. Nou, is heel veel is je al gerestaureerd geweest? Ja, hij is sinds de bouw natuurlijk al verschillende keren gerestaureerd. Ja. In 1970 heeft hij een grote restauratie ondergaan. Toen is onder andere dat hele bovenhuis, die groene kast, is helemaal vernieuwd. En sinds die tijd kan de molen dan ook weer draaien. Ja, ja. En daarna is in 2012 zijn de wieken vervangen en is dat weer het nodige gebeurd. Als je die wieken eruit waren natuurlijk en er weer in kwamen. Die wieken werden vanaf het dorp getransporteerd in lussen aan een auto. Toen werden ze over het water heen, daar op de molenwerf neergelegd. Toen werden ze opgetakeld en er weer in gedaan. Dat vond ik wel een heel indrukwekkend gezicht eigenlijk. Want ja, het zijn hele lange dingen, 20 meter. Daar ziet er goed uit. Vorig jaar is nog het nodige aan het, ja, het mechanisme waar de molen door op de wind gedraaid kan worden, is opgeknapt. En hoe vaak draait hij? Elk weekend? Of? Nee, ik probeer hier zo om de 14 dagen te zijn en hem te laten draaien. Ja. Maar goed, niet voor bezichtiging? Nee, het is ook een weekendverblijf van mensen, dus is de bezoekfunctie wat lastiger. Nou, heel leuk. Hij staat er prachtig bij. Hij staat er heel mooi. Moet even naar de voorkant gaan bekijken. Ja. En toen wij de molen dus konden huren van Natuurmonumenten in 1965, toen zijn we weer gaan draaien. Kort daarop is de molen helemaal gerestaureerd met het sluisje erbij. Ja. Want het is de enige molen in heel de wereld met zo'n sluisje erbij. Dat zou je niet zeggen, maar dat is wel zo. En dat sluisje behoort nu nog steeds tot het waterschap, deels, het beheer. En dat wordt binnenkort gerestaureerd. Heel onverwacht kwam een molen beschikbaar en het was De Trouwe Wachter in Tienhoven. En daar was alleen een andere gegadigde, kwam daarvoor in aanmerking. En dat was Bert Garthof, een radiopresentator van een natuurprogramma in die tijd. En die wilde dat niet. En toen stonden wij mijn vader stond op nummer 2. En dat was in 1965. En sindsdien zijn wij de familie Verbiest huurder van de molen De Trouwe Wachter van Natuurmonumenten Nederland. En mijn vader heeft in het huurcontract op laten nemen dat de kinderen
de huur zouden mogen overnemen. Weliswaar met de restrictie dat Natuurmonumenten altijd de hand had om te zeggen van, nou ja, we zeggen het huurcontract op. Maar dat is in de loop der jaren, ja, is het toch de familie verbiest en de naam de trouwe wachter voor hele lange tijd aan elkaar gekoppeld. In het bovenhuis van de molen zien we nog steeds de restanten van het draaiende werk van de molen. Hier zien we het wiekenas waar de wieken aan vastzitten. Daaromheen een groot houten tandwiel, het bovenwiel. En dat bovenwiel, daar draaide vroeger hier een horizontaal wiel op met een spil naar beneden die de overbrenging naar het wateropvoerwerktuig verzorgde. Rond het draaiende bovenwiel van de molen zitten houten blokken. Die zijn nu een klein stukje vrij van het wiel. En dat is de rem, zoals wij noemen de vang van de molen. Als we die blokken naar het wiel toe klemmen, gaat door de wrijving de molen remmen en komt uiteindelijk tot stilstand. Dus de molen kan nu alleen nog maar draaien en heeft geen daadwerkelijke functie meer in de waterhuishouding. Van belang dat hij het waterniveau steeds op een bepaald peil houdt en dan haalt hij het vanuit de polder daar en dan werpt hij het daar naartoe via het scheprad wat er vroeger in zat. Ja, daar heb je de onderdoorgang, de waterdoorgang en die gaat helemaal onder de molen door en die komt daar uit. Dat is echt een watermolen. Ja, dat is een watermolen. Maar wat? De molen is ook beneden voor de water. Ja, de molenaar die kon natuurlijk, wanneer hij zag dat het ging regenen, dan kon hij al gaan voormalen. Dus hij ging alvast water uit de polder halen, zodat het al daar naartoe ging, zodat je minder grote hoogteverschillen had. Een gemaal nu, zoals het er nu staat, ja, dat gaat pas in werking treden wanneer het waterniveau al is gestegen tot een bepaald punt. Ja. Okay. En hij gaat ook door totdat het waterniveau weer op een bepaald punt gedaald is. Terwijl een molenaar kan aanzien komen, gaat alvast voormalen, er valt een heleboel regen en dan op een gegeven moment stopt hij. We staan nu bij het gemaaltje van de polder van Tienhoven. Dus eigenlijk de opvolger van de molen die nog in de verte te zien is. Eerst heeft er hier op het gebouwtje hier achter ons nog een ijzeren molentje gestaan. Wat voor de waterhuishouding zorgde. En later is dat eraf gestormd en toen is het gemaaltje elektrisch gemaakt. En dat gemaaltje dat houdt nu de oostelijke binnenpolder op het juiste polderpeil. Dat al die begroeiing, al die bomen, dat was er vroeger natuurlijk allemaal nog niet. Dus het landschap rond de molen was nog veel wijdser. En daardoor was de molen dus ook nog van veel verdere afstand te zien als dat hij nu is te zien. Maar je hebt ook de hele verandering, hè? Als je die oude foto's bekijkt hier, dan staat deze molen dus die staat volledig in een vlak landschap. Ja, dat heeft enorm uit. Als je nu ziet hoeveel bomen die nu staan allemaal. Hè, wat jij ook wel eens vertelde, dat heb ik altijd onthouden. Zo zie je, hè. Dat die wind die komt dan over die bomen heen en die pakt zo'n molen helemaal aan de bovenkant net. En niet vol op het kruis. Ja. En dat scheelt natuurlijk, dan krijgt hij steeds die tikken daar naar boven. Ja. En dat heeft helemaal invloed gehad op dat molenhuis ook.
op die stand daarvan. En dan uiteindelijk, ja, dan gaat het niet meer, want hij begon, de as begon al aardig te lichten, ja, heb ik begrepen. Ja. Ja, wat dat betreft herhaalde de geschiedenis zich, want Arie van Garderen, de laatste roestmolenaar, heeft de restauratie van 1970 niet meer meegemaakt. Ja. En jouw vader die van 2011 niet. Zeg nou zelf, als je het zo ziet staan in het landschap en ziet draaien, dan is alleen de landschappelijke functie, los van het verhaal in de oorlog, al de moeite waard geweest om de molen te bouwen. En sinds de restauratie in 1970 kan de molen dus weer draaien. En ja, wordt de molen ook door de eigenaar Vereniging Natuurmonumenten in een goede staat onderhouden, zodat die, nou ja, hopelijk tot de lengte van jaren behouden blijft. Maar ook het verhaal van de molen in de oorlog voor het nageslacht kan blijven vertellen. Kijk naar een documentaire over de trouwe wachter, de schitterende poldermolen bij Tienhoven. Volgende week in docu het geheim van een oude Utrechtse bakkersfamilie in Doosgat's dagboek.